De vlag hangt uit bij de familie van der Wal in Zevenhuizen. En dat is niet alleen omdat de heer des huizes vandaag jarig is. Maar vooral omdat er nieuwe geiten naar het bedrijf komen. Dat mag sinds gisteren omdat de Q-koortsbeperkingen zijn opgeheven. Kom daar hoor. Van der Wal heeft de lammeren opgehaald uit Mantingen in Drenthe. 24 stuks zijn er nu, heb ik nu gehaald. Vanmiddag komen er nog een 46 uit Zeeland. En dan komen er met 3 weken nog een 20 hier uit Zevenhuizen. Afgelopen winter zijn in totaal 102 drachtige geiten geruimd op het bedrijf. De veestapel werd in 1 klap gehalveerd en daarmee ook de melkproductie. De inkomsten kelderden en er brak een tijd van grote onzekerheid aan. Maar vanaf vandaag kan Van der Wal zijn bedrijf weer langzaam opbouwen. Deze lammen achter ons die zijn van februari. Dus die leveren de eerste melk in februari. De lammeren uit Zeeland die zijn van december. Dus zeg maar vanaf half december kan de melkproductie echt weer omhoog? Ja, dan gaat de melkproductie natuurlijk omhoog. Mijn eigen geiten die worden niet drachtig. Dus die zal in de winter altijd een klein beetje minder geven als in het voorjaar en in de zomer. En dat zijn natuurlijk eenjarigen allemaal. Hè. Dat zijn die de hoogst productieve. Die geven niet het meest. Maar goed, het gaat weer stijgen en dan komen we weer verder. 1 beperking blijft gehandhaafd. Want met de geiten die de ruiming hebben overleefd, mag nooit meer gefokt worden. En dat betekent dat Van der Wal een nieuw fokprogramma moet opzetten. Kijk, we zoeken de beste enter straks uit. En daar gaan we weer bokjes en weer vrouwelijk jongvee van aanhouden. Ja, zo proberen we toch wel weer een hoogwaardige geitenstapel te krijgen. Dat gaat jaren duren. Ja, dat gaat zeker 1 jaar of 7, 8 duren voordat je weer echt op niveau bent waar wij waren. Zijn we wel 1 jaar of 7, 8 verder. Maar we kunnen vooruit. Dat is het beste.